Het is heel fijn om voor een EUD te werken en daar actiever te zijn, omdat wij zorgen voor iets wat iedereen tegenwoordig steeds belangrijker vindt, namelijk de zorg voor natuur en milieu. En iedereen weet dat als je daar niet voor zorgt, dat onze samenleving op enig moment niet meer leefbaar is zoals je op het ogenblik leefbaar zou moeten zijn. Het is een jonge organisatie die net bijna 5 jaar draaiende is. Dat betekent dat er nog heel veel opgelost moet worden, dat er ook heel veel kansen en uitdagingen liggen. De afdeling bedrijfsvoering is een relatief grote afdeling. Er werken bijna 30 mensen die bezig zijn met vraagstukken die de ondersteuning van onze organisatie regelen. Het team Financiën bestaat uit een hele kleine groep mensen. Met allemaal gezellige collega's waarbij we er altijd voor elkaar zijn en elkaars werk proberen op te vangen als we er niet zijn. We hebben iemand nodig die in staat is om cijfermatige gegevens en bedrijfsinformatie op een goede manier met elkaar af te kunnen zetten. Zodat er conclusies aan verbonden kunnen worden om ons bedrijf professioneler te maken en vooral meer informatie te geven. De nieuwe business controller gaat zich voornamelijk bezighouden met analyses maken vanuit het urensysteem en voor het uitvoeringsprogramma. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe financieringsvorm. Dus ook outputfinanciering, outputgericht werken, stukken daaromtrent schrijven. Wij zoeken een persoon die initiatiefrijk is, visie heeft. Die heel collegiaal is, maar hele goede financiële kennis heeft. Een expert op het gebied is van Excel, maar ook vooral humor heeft. En niet verwacht dat hij iedere dag precies weet wat hij gaat doen, maar gewoon met de dag meewaait. Dus dat betekent dat het iemand moet zijn die van aanpak weet.